graag feliciteren, hè, omdat jullie de winnaar zijn van de Fair ICT Awards 2020. Dank je. Okay, voilà, voilà. Misschien een eerste reactie? Maar ik denk, van mijn kant uit vind ik dat wel fijn, omdat we daar heel wat inspanningen voor doen. En het is ook wel heel fijn om te zien dat dat dan wat in de verf gezet wordt en dat dat bekroond wordt. En ik denk dat we heel lang onder de radar gewerkt hebben de voorbije jaren. Heel veel gedaan eigenlijk, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan werd gegeven. En het is maar nu eigenlijk, het laatste anderhalf jaar, met het lidmaatschap van Fair ICT, dat we ook naar de dienst duurzaamheid toe daar veel meer visibiliteit aan hebben kunnen geven. En dat is wel fijn dat dat allemaal een beetje, dat die puzzelstukken wat in elkaar vallen. Dus wat mij betreft ben ik alleszins wel heel blij. Dank u. Deel helemaal. Dus, okay, ja, ik vond ook eigenlijk in alle bescheidenheid dat we een sterk dossier hadden, omdat we eigenlijk al wel jaren bezig zijn. En eigenlijk is het wel goed dat er initiatieven zijn, zoals wat dat jullie doen, om dus alles samen te brengen en ook te benchmarken met andere organisaties. En dat staat los van die award. Ik vond dat gewoon een heel boeiend proces om te zien wat er kan, hoe ver sommigen al staan, hoeveel initiatieven dat er zijn, dat je van elkaar kunt leren en delen. Er is een certificaat, ik ga dat hier nog een keer tonen. Waarschijnlijk, daar staat ook een motivering op van de jury. En die komt richting jullie samen met nog een award. Jullie op een gestructureerde manier eigenlijk een keer aangeven van welke stappen hebben jullie ondernomen, zowel in zaken dat faire als dat circulair of duurzaam ICT-beheer. Voilà. Ja, het is eigenlijk zo dat wij al in 2009 gestart zijn met allerlei initiatieven om op een meer groene en meer duurzame manier IT te bedrijven. En we hebben daarvoor eigenlijk toen een vijftal werven, actiedomeinen, het is wat je wil, gedefinieerd. En het eerste was eigenlijk dat we zijn gaan kijken hoe kunnen we de apparatuur die we bij ons in huis hebben, de levensduur ervan verlengen. Dat leek ons de makkelijkste manier om te starten, omdat we daar alles zelf in handen hadden. En we kunnen ook incrementeel werken. Je kunt met één object, met bijvoorbeeld een gewone pc, beginnen en dan geleidelijk aan uitbreiden naar andere apparatuur. En we hebben daar eigenlijk een concept rond uitgedacht van primair en secundair gebruiksscenario. En dat is zowel voor de persoonlijke hardware die we ondersteunen, dus vooral pc's, als voor als servers, routers, switchen, wat wij dan noemen centrale hardware. En eigenlijk voor die persoonlijke hardware, we hebben ongeveer 6000 pc's in beheer. En eigenlijk het ritme van vervanging is dat elke system unit minstens 4 jaar meegaat. Dat we in de loop van 5e jaar vervangen en dat we schermen en toetsenborden en muizen, dat we die proberen nog langer te laten meegaan en daar streven naar 8 jaar. En tegelijk in dat secundair gebruiksscenario dat minder intensief is, bijvoorbeeld een kiosk-pc, een uitleen-pc, een pc in een labo, daar gaat dan in eerste instantie hardware naartoe als die uit zijn eerste scenario komt. We hebben ongeveer 10% van die 6000 pc's die eigenlijk in een secundair gebruiksscenario zitten. Voor een andere apparatuur, onze zuivers en al en zo, dan streven we eigenlijk voor dat primair scenario naar een levensduur van 5 jaar voor die zuivers. Voor routers en switchen mikken we op 8 jaar en wifi access points streven ook naar 8 jaar. Het is altijd wel zo, als er een beveiligingsissue is, of we kunnen bepaalde software van de leverancier niet meer draaien op die apparatuur, dan gaan die vroeger uit dienst. En daar zien we dan eigenlijk als tweede leven ook een minder kritieke context, bijvoorbeeld een onderwijs- of onderzoekslabo, of studentenverenigingen die dan ook een eigen server nodig hebben. Daarnaast, de tweede werf is eigenlijk dat we proberen onze hardware een tweede of derde leven te geven buiten de universiteit. En we doen dat in eerste instantie door eigenlijk aan personeel afgeschreven hardware aan de restwaarde te verkopen. En dat zijn dan vooral laptops en desktops. Dat zijn toestellen van minstens 5 jaar oud. We hebben daarvoor ook dan daarnaast een externe partner, Close the Gap, waaraan we dus doneren. En dat zijn eigenlijk zaken die we eigenlijk zelf niet meer nodig hebben en die ook niet verkoopbaar zijn. En dan eigenlijk, we hebben eens even gecheckt, de laatste 2 jaar hebben we 1900 donaties gedaan met de hele universiteit. Waar er 75 effectief nog een tweede leven heeft gekregen via Close the Gap. En dan 25% is dan als e-waste verwerkt geworden. Wat we dan ook nog doen met zuivers en routers en switchen, is een trade-in bij de constructeur. Zodat we op een andere bestelling wat korting kunnen krijgen. En wat dan echt niet meer bruikbaar is, dat wordt afgevoerd via Renewy en Coolrec. Dus ook zo weinig mogelijk echt in de vuilbak gegooid.
dat eigenlijk voor het leuke hardware, wat we daar gedaan hebben. Dan zijn we vanaf 2014 ook beginnen inzetten op het verminderen van het print- en kopievolume. We hebben er een aantal zaken voor op poten gezet. De eerste stap was eigenlijk printerconsolidatie. We hebben dus eigenlijk het aantal printers gereduceerd over de jaren. Dus nu zitten we nog op een 500-tal printers. Dat zijn allemaal eigenlijk netwerkprinters op een 20-tal na. En door het feit dat dat netwerkprinters zijn, kunnen we daar de beste instellingen op doen om zuinig ermee om te gaan. Er staat overal standaard duplex printing op. En we zien eigenlijk, een gebruiker kan er nog wel aanpassen als het nodig is, dat eigenlijk ongeveer 65% van de jobs nu dubbelzijdig geprint worden. Terwijl als we in 2015 starten, was dat maar 55%. Dus door actief een beleid rond te voeren, zien we dat aantal printjobs dat duplex is stijgen, wordt dus ook wat minder papier verbruikt. Tegelijk hebben we ook overgeschakeld naar laserprinters. En hebben een printaccounting systeem daarbij gezet, Papercut, dat we eigenlijk niet alleen gebruiken voor onze eigen printers, maar eigenlijk elke IT-dienst van de universiteit kan daar zijn printers kopjes aanhangen. Dat zijn in totaal 2500 toestellen die daar nu aanhangen. En dat is ook gekoppeld met een print release en een follow-me printing. Dus dat betekent dat je printshop niet automatisch uit de printer komt, maar dat je met je personeelskaart of studentenkaart naar de printer moet gaan, moet badgen op dat toestel en pas dan komt uw job daaruit. En wat zien we dus? Dat er eigenlijk meer dan 6% van de bladzijden die naar de printers gestuurd worden, nooit gereleased worden. Dat is ook weer een serieuze papierbesparing. Dat zijn iets meer dan 2,5% van de jobs. En dat leidt eigenlijk, als we naar het totaal printvolume bekijken, dat voor de universiteit hoog ligt, dat is 33 miljoen bladzijden op jaarbasis, dat er toch eigenlijk 1.300.000 bladzijden niet geprint worden op die manier. Wat ook een fijne besparing is. Wat we dan ook nog doen, is in de publieke context, zoals bibliotheken en leercentra, daar is eigenlijk scannen gratis. Voor kopiëren en printen moet betaald worden. En eigenlijk zien we toch dat 5% van alle jobs op de multifunctionals die daar staan, dat scanjobs nu zijn en dat aantal stijgt ook jaar na jaar. Dan een vierde werf waar we eigenlijk al een tijd geleden op ingezet hebben. Dat is eigenlijk in plaats van ons te verplaatsen door Vlaanderen voor vergaderingen en onderwijs. Want KU Leuven is een multicampus universiteit. We hebben vestigingen van Brugge tot in Hasselt. Eigenlijk geprobeerd infrastructuur aan te bieden waar eigenlijk mensen vlot kunnen bij online vergaderen en ook lesgeven. Eigenlijk voordat er de coronacrisis was, zaten we voor Skype for Business vergaderingen, zaten we gemiddeld in 2600 vergaderingen per maand. Dat was al behoorlijk wat. Nu, in corona is dat geëxplodeerd. Eigenlijk die Skype for Business en intussen ook Teams meetings, zitten we aan 31.800 per maand, dat is 12 keer meer. De laatste werf dan tenslotte, dat zijn eigenlijk onze datacenters. Het is zo dat er in het verleden heel wat computerzalen waren aan de universiteit met een eigen koeling, een eigen stroomvoorziening. Dat was vaak niet op de meest efficiënte manier. En eigenlijk tussen 2009 en 2015 is er een consolidatieproject geweest dat we eigenlijk van 60 computerzalen naar 8 grotere computerzalen zijn gegaan die nog op verschillende plekken aan de universiteit staan. En tegelijk is er bij ICTS zelf een nieuw datacenter gebouwd waar we dus onze eigen servers zetten. En eigenlijk ook hosting doen voor servers van IT-diensten van de KU Leuven of van de associatie KU Leuven. En we hebben daarin een aantal technieken geïntegreerd die leiden tot een serieuze energiebesparing. Dus we zorgen eigenlijk in eerste instantie, maken we gebruik van free cooling. Dat betekent dat het eigenlijk behoorlijk warm is in het datacenter, warmer dan in de lokalen, zodat we weinig moeten koelen. En eigenlijk kunnen koelen de grote tijd van het jaar gewoon met de kou die buiten is. Dan zorgen we er ook voor dat de koude en de warme zones in het datacenter heel strikt gescheiden zijn, zodat dus dat die luchtstromen efficiënt kunnen afgevoerd worden. En heel belangrijk ook, een stuk van de warmte die opgewekt wordt, die wordt gebruikt om kantoren te verwarmen. Dus die gaan niet verloren. En zo wordt er ook weer voor wat koeling gezorgd. En dan ook, in datacenters staat er ook altijd technologie om ervoor te zorgen als de stroom uitvalt, de datacenter zelf stroom kan opwekken. En dat is eigenlijk met een heel innovatief concept van een dynamische UPS.
Los daarvan hebben we er ook voor gezorgd dat de hardware die staat, dat we die goed gebruiken door heel hard in te zetten op zuivere virtualisatie, zodat je eigenlijk meerdere servers op één stuk hardware kunt draaien. Totaal hebben we ongeveer 2700 servers in ons datacenter en eigenlijk 80% daarvan zijn virtueel. Dat zijn eigenlijk in korte inspanningen die we de afgelopen jaren gedaan hebben wat betreft het beleid rond de IT van hardware die we al geïnstalleerd hadden. Het stuk dat Jan heeft uitgelegd is meer rond de bedrijfsvoering. Ik zou graag een beetje meer focussen op hoe dat we de aankopen hebben verduurzaamd of proberen te verduurzamen. Dus ja, dat is een proces van de afgelopen 2 jaar ongeveer geweest dat we daar aandacht aan besteed hebben. Verduurzamen in 2 richtingen, dus enerzijds richting groenere IT, de milieufactor, en anderzijds richting de mensenrechten. Wat betreft groene IT, denk ik dat het belangrijk is om aan te halen dat we eigenlijk ons grootste hardware dossier is het clients dossier. Dus dat is voor laptops en desktops. In dat dossier, dat is een raamcontract voor KU Leuven en de associatie KU Leuven. Daar worden per jaar ongeveer een 5000-tal toestellen op afgenomen. En in dat dossier hebben we expliciet ook factoren meegenomen, zoals het milieubewustzijn van de leverancier en de serviceability van de toestellen. Hoe hebben we dat gedaan? Dat is enerzijds gepeild naar de labels voor de toestellen. En anderzijds ook gaan navragen naar welke onderdelen zijn vervangbaar binnen de garantie, zonder dat de garantie vervalt. We hebben die factoren ook effectief meegenomen in de beoordeling. Er zijn effectief ook punten opgegeven, dus dat was een gunningscriterium. Dus dat is een manier om toch, ja, het belangrijkste hardware dossier van KU Leuven toch, hebben we geprobeerd om toch te verduurzamen. We hebben dat ook nu geprobeerd in tweede instantie met kopiers en multifunctionals. Daar zijn we ook gaan kijken, hebben we een stuk marktonderzoek gedaan. Hebben we ook een RFI-ronde gedaan en bij de leveranciers van de kopiers gaan navragen hoe dat zij daar tegenover stonden. Dat is wel wat moeilijker geweest om dat echt effectief ook in een resultaat te krijgen in het bestek. Dus we hebben daar wat pogingen ondernomen, maar dat was de markt veel minder rijp dan voor de clients, om dat effectief grondig te gaan verduurzamen met labels en dergelijke. Dus dat is het stuk groene IT, waar dat we met onze aankopen op gefocust hebben. Aan de andere kant, het stuk mensenrechten, is voor ons vrij nieuw. Dus daar zijn we echt lerende. We zijn daar stappen in aan het nemen. Dat is niet zo evident. Bij de kopiers hebben we dat geprobeerd om dan via de mensenrechtenclausule om die toe te voegen in het bestek. En dat is ook iets wat we gaan meenemen in toekomstige hardwarebestekken. Dat is eigenlijk hoofdzakelijk wat we hier hadden rond het verduurzamen van de aankopen. Een andere factor wat we nog wilden toelichten was de verschillende initiatieven waar dat we proberen aan deel te nemen vanuit KU Leuven. Enerzijds is er HIVA, dus het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Die hebben een project opgestart rond de toeleveringsketens van KU Leuven, hoe dat mensenrechten in die toeleveringsketens, hoe dat het daarmee gesteld is. En een van die piloot toeleveringsketens is ICT. Dus dat is zeker een samenwerking waar dat we beroep op konden doen op HIVA, op de kennis van HIVA. HIVA heeft zich dan ook in lijn gebracht met Fair ICT Vlaanders, omdat ze daar een beetje dezelfde doelstellingen hadden. Dus dat zijn externe initiatieven waar dat we zeker ook proberen actief aan deel te nemen en onze rol daarin te spelen. En waar dat we ook kennis uit proberen te halen om mee te nemen in al onze dossiers en onze beleidsvoering. Ik had het... Dat is misschien een heel moeilijke, maar de vraag was van, kun je 1 actie er bijvoorbeeld uithalen en die heel concreet maken? We hadden toch een beetje inzoomen op die mensenrechtenclausule, omdat dat eigenlijk een
vrij nieuwe materie is, omdat we daar ook vooral lerende zijn en dat we toch een beetje willen meedelen wat we daar zelf al in ontdekt hebben. Wat is die mensenrechtenclausule? Dat is een clausule die we gaan opnemen in alle hardwarebestekken. Dat is een clausule die samen met HIVA is opgesteld. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat we een stukje leveranciers vragen om met ons in dialoog te gaan over mensenrechten in hun toeleveringsketen. Die clausule is voorgesteld als een minimumvereiste in bestek. Dus ze dienen eraan te beantwoorden, vooraleer dat ze effectief een offerte kunnen indienen. Wat wordt daarin gevraagd? In de clausule staat vermeld dat ze naar ons toe moeten rapporteren over mensenrechten in hun toeleveringsketen, problemen die zij zien, zaken waar ze mee bezig zijn, hoe dat ze die acties onder controle willen houden. Dus daar moeten ze op rapporteren. Verder moeten ze minimaal 1 keer per jaar een vergadering met ons beleggen, waarin dat ze hun actiepunten toelichten, ook voor het komende jaar. Ze zijn verplicht om een contactpersoon aan te duiden, waar dat wij vragen aan kunnen stellen in verband met de mensenrechten. Dus iemand die effectief met die materie bezig is. En niet zomaar een accountmanager die daar iets over te zeggen heeft in de zijlijn. En als laatste vragen we hen ook om effectief informatie te geven over de producten van KU Leuven. Dus de locatie van de fabrieken waar dat die producten worden geassembleerd. En ook naam en adres van toeleveranciers van belangrijke componenten van die producten. En omdat het niet alleen op het niveau van assemblage zit, maar ook vaak ook op het productieproces van de componenten. Wat heel diep kan gaan natuurlijk, waar dat je niet overal veel zicht op kan hebben. Maar we proberen toch de leverancier die dat we gekozen hebben, om daar ook zich bewust van te worden en om zaken aan ons daarom te rapporteren. Dus het doel van die mensenrechtenclausule is eigenlijk tweeërlei. Dat is ook intern voor ons bijleren over hoe zit dat proces in elkaar, hoe zitten die toeleveringsketens in elkaar, wat zijn de problemen daarmee, om daar een stuk bewustwording rond te creëren. Anderzijds ook naar de leveranciers toe, van kijk, dit aspect vinden wij wel degelijk belangrijk. En we willen ook dat jullie daar ons een stukje toegang toe geven om... om dat mee te kunnen bekijken. Om ook te kijken of we concreet daar iets aan kunnen veranderen. Dus dat is de bedoeling van die mensenrechtenclausule. We hebben die expliciet toegevoegd in het bestek van de kopiers en multifunctionals. Maar we beseften snel van, kijk, ons belangrijkste dossier hebben we eigenlijk onlangs gegund. Het dossier van de clients, laptops en desktops, hebben we gegund. En dat zou pas eigenlijk in 2023 terug opnieuw gegund worden. Dat vonden we redelijk lang om daar niks mee te doen. Dus hebben we beslist om aan HP de vraag te stellen van zijn jullie bereid om met ons zo'n dialoog aan te gaan? Om met ons mee te gaan kijken in die toeleveringsketen wat daar de problemen zijn. We hadden het geluk dat HP daar in mee wou gaan. En HP heeft dan heel transparant naar ons toe al gecommuniceerd over hoe zij daarmee omgaan, hoe zij die mensenrechten in die toeleveringsketen proberen in de hand te houden. Hoe is dat in zijn werk gegaan? In eerste instantie hebben we de vraag gesteld, kregen we een positief antwoord op. In tweede instantie is er een vragenlijst opgesteld met heel expliciete vragen rond problemen in die ketens. En die hebben we vervolgens aan HP overgemaakt. In eerste instantie hadden we daar een redelijk algemeen antwoord op gekregen. Is dat een verhaal geweest waarbij HP een beetje in de verf kwam zitten van ja, we zijn daarmee bezig en dit is wat we doen. En eigenlijk een heel breed, redelijk vaag
gegeven rond die mensenrechten in hun productieketen. Er is nog een vervolg aangebreid waarbij dat we dieper zijn ingegaan op de antwoorden en waarbij dat we echt op zijn gegaan naar problemen en vragen gesteld die verder gaan dan het marketingpraatje van ja, we zijn groen en ja, we hebben mensenrechten en we zijn goed bezig. Waardoor dat we eigenlijk in ons laatste communicatie met HP heel concreet zijn kunnen gaan. Hebben we ook een persoon in een call gehad die effectief audits heeft uitgevoerd in locaties, productielocaties van HP. En die eigenlijk een inkijk heeft gegeven in de manier waarop de HP daarmee omgaat. Ze hebben ook heel transparant interne audits vrijgegeven van productiefaciliteiten, van assemblagefaciliteiten, waarbij dat er heel expliciet ook pijnpunten in staan. Ja, op basis van die informatie zijn we veel concreter gaan navragen van kijk, hoe zitten die toeleveringsketens in elkaar, hoe zitten die productiefaciliteiten, wat zijn de problemen die daar zijn, maar specifieker rond de producten van KU Leuven en rond de faciliteiten die daarbij verbonden zijn. Dat is geen simpel proces. Het is niet evident om dieper te geraken, om van dat, ja, de laklaag af te krabben en echt dieper te gaan. Dus daar hebben we beroep kunnen doen, gelukkig, op de kennis van HIVA. Zij zijn met dat soort zaken bezig, zij zijn met dat soort onderzoeken bezig. Zij hebben ons geholpen om om dieper te kunnen graven, omdat we anders op niveau van een marketingpraatje zijn blijven hangen. En ja, daar hebben we toch wel veel aan gehad. IVA heeft zelf ook heeft ook de hulp wat ingeroepen van Electronics Watch daarvoor. Dus ja, we hebben echt wel experts ter zake ernaar laten kijken. Waardoor dat we veel bijleren. Dat is een hele belangrijke. We hebben daar eigenlijk heel veel bijgeleerd over hoe dat zo'n productieketen in elkaar zit en hoe dat ook voor leveranciers niet zo evident is om daarop in te grijpen. Maar dat is een proces wat nu nog niet ophoudt. We gaan proberen om de hand van echt twee heel concrete producten, dus echte SKU-nummers te gebruiken om daarvan de componenten en de assemblage in kaart te brengen en te zien wat dat daar nog de problemen zijn. Belangrijk misschien nog om mee te geven is dat we niet alleen naar de leverancier kijken, maar ook naar onszelf. We vragen ook aan de leverancier van wat kunnen wij doen? Waar kunnen wij als organisatie ook helpen om die druk van die toeleveringsketens om die eraf te halen? Dus dat is een proces wat in twee richtingen zou moeten werken. Vooral die laatste vraag zijn ze bij HP niet gewoon. Dus ja, ik denk dat we langs twee kanten aan het leren zijn aan dit project. Maar dat is voor ons zeker nuttig om daar verder mee te gaan en om dat ook te proberen met andere leveranciers te doen. Wat zijn voor jullie nu de grootste geleerde lessen? Er zijn er al een aantal aangehaald eigenlijk. Maar ook, wat zijn er bepaalde tips die je kan meegeven aan andere organisaties vanuit jullie ervaringen? We hebben natuurlijk, zoals Jan in het begin heeft toegelicht, heel veel verschillende werven op vlak van duurzaamheid. Dus als je dan gaat vragen naar lessons learned of naar tips en tricks, ja, dan kan dat ook heel breed gaan. Maar wat betreft die geleerde lessen, moeten we misschien vooral focussen op de meest recente ervaringen. En die zitten dan inderdaad in de hoek van het verduurzamen van de IT-aankopen. En zoals Bram heeft toegelicht, die certificaten en die labels die we eigenlijk het voorbije jaar zijn beginnen gebruiken in onze aankoopdossiers, daarvan hebben we vooral geleerd, hij heeft het zelf ook al een beetje aangehaald, dat er geen silver bullet oplossing bestaat. Hè. Dat je niet kan zeggen van, als we dit in onze bestekken opnemen, dan zijn we groen, hè, of dan zijn we duurzaam bezig. Die labels en die certificaten, de bruikbaarheid daarvan verschilt heel erg veel van de ene productcategorie ten opzichte van de andere. Bram had ook al aangehaald, voor de laptops en de desktops hebben we dat bijvoorbeeld wel kunnen inzetten in ons aankoopdossier.
Voor de printers is dat een stuk moeilijker. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, als je daarmee aan de slag wil gaan, dat je je goed voorbereidt, dat je effectief naar een RFI-ronde gaat kijken, dat je desnoods je leveranciers gaat bevragen om onaangename verrassingen verderop in je aankoopproces te vermijden. Hè. Want stel dat je daar blindelings een aantal certificaten zou gaan vragen en dat blijkt in een bepaald marktsegment absoluut niet courant te zijn, ja, dan rij je je misschien vast en dan krijg je zeker binnen het heel strakke keurslijf van de wetgeving overheidsopdrachten is dat heel belangrijk om te zorgen dat je daar verderop in het proces niet mee vastrijdt. We vinden het ook belangrijk dat die certificaten effectief differentiërend werken. Dat je niet zomaar een certificaat gebruikt waar dan al uw aanbieders aan voldoen, want dan maakt dat weinig verschil. We willen echt gaan voor certificaten die bepaalde leveranciers er kunnen doen uitspringen ten opzichte van anderen. En wij noemen dat hier intern, zeggen we dan, we willen niet aan greenwashing doen. En wat we ook geleerd hebben, en dat is ook nog een, denk ik, om mee te nemen, dat is dat de nieuwste technologieën, die vaak duurzamer zijn dan de oudere technologieën, dat die in veel gevallen op het moment dat je gaat aanbesteden nog niet gecertificeerd zijn. En dus daar moet je ook rekening mee houden. Als je die dan zou gaan opnemen in selectiecriteria of in gunningscriteria, dan rijd je je daar ook mee vast. En dus moeten we op dat moment gaan nadenken van hoe kunnen we daar op een andere manier mee omgaan. Misschien kunnen we in de uitvoeringsfase van een contract daar bepaalde eisen gaan stellen. Maar dat zijn toch allemaal dingen om mee te nemen. En zoals Bram zei, we hebben daar eigenlijk een heel leertraject al afgelegd. Dus dat is zeker belangrijk als een organisatie daarmee van start wil gaan, om dat in het achterhoofd te houden. Tweede belangrijke les, ik ga niet herhalen wat Bram gezegd heeft, maar inderdaad, als je gaat kijken naar mensenrechten, dan begeef je je eigenlijk op een domein wat niet meer alleen met IT te maken heeft. Dus onze IT-kennis en onze technische kennis volstaat dan absoluut niet meer. Daar zijn wettelijke aspecten relevant, daar zijn juridische aspecten relevant, socio-economische aspecten, en dat zijn zaken waar wij als IT'ers gewoon veel minder kaas van gegeten hebben. Dus het is heel erg belangrijk, denk ik, als je daarmee van start wil gaan, dat je je laat omringen door experten in de materie. En je kan die kennis wel zelf opbouwen, maar als je aan zo'n dossier zou beginnen zonder enige kennis, dan denk ik dat je blijft zitten op die bovenste schmoeklaag, die commerciële laag bij de leverancier, en dan verlies je eigenlijk aan de twee kanten heel veel tijd. Dus het is heel belangrijk om daar op zoek te gaan naar een partij die daar effectief kan in adviseren en die kan zorgen dat je veel sneller in de diepte kan gaan. En dus voor ons is dat inderdaad HIVA geweest, die dan achterliggend ook nog mee hulp heeft ingeroepen bij Electronics Watch. Het zijn zeker twee relevante partijen, maar ik kan me inbeelden dat elke organisatie ook nog andere mogelijkheden daarin kan zien om zich te laten adviseren. Maar dat is heel belangrijk. Eens dat je op die domeinen begeeft, denk ik dat echt belangrijk is om dat in het achterhoofd te houden. Nu, los van die lessen die we het recentst eigenlijk hebben geleerd, hebben we misschien wel nog een aantal zeer brede tips voor andere organisaties. En een van die tips is eigenlijk van een duurzaam beleid uitbouwen. Dat is eigenlijk een heel erg incrementeel verhaal. En naar ons gevoel is dat gewoon begin van onderuit. Dat wat je al kan doen, Jan heeft daar ook naar verwezen, dat wat je kan doen binnen je eigen verantwoordelijkheidsgebied, doe dat. Het is natuurlijk handig als je wil gaan opschalen of als je een hefboomeffect wil bereiken, dat je kan aanhaken aan bredere initiatieven van je organisatie of aan een beleid van je organisatie. Dat helpt zeker om te versnellen. Maar die allereerste stappen kan je absoluut zelf zetten. Dan moet je niet wachten op een andere partij. We hebben eigenlijk een gelijkaardig voorbeeld rond die dialoog met onze leveranciers over mensenrechten. Ook daar hebben we niet gewacht om met onze leverancier van ons laptop- en desktopdossier in dialoog te gaan. Ook al zat die clausule over de mensenrechten nog niet in hun dossier. Ik kan gewoon de vraag stellen. En als zij inderdaad die dialoog willen aangaan, is dat iets waar je eigenlijk nu al mee kan starten. Een tweede algemene tip, en dat vind ik wel een hele belangrijke, is boet eigenlijk nooit in op security, op bedrijfszekerheid en op end-user comfort. Ik denk dat dat drie belangrijke tips zijn. Omdat je uiteindelijk die duurzame initiatieven die je neemt, die wil je op lange termijn kunnen laten leven. En als je begint in te boeten op beveiliging of op bedrijfszekerheid, of als je je eindgebruikers eigenlijk een mindere gebruikerservaring gaat geven, dan ga je dat niet kunnen aanhouden. Nu, zo'n voorbeeld van end-user comfort, wat wij altijd aanhalen, is stel dat je nu bijvoorbeeld zegt, we gaan PC-klassen inrichten met tweedehands materiaal. Dan lijkt dat in eerste instantie een heel duurzame keuze.
Maar als wij dan kijken naar onze studenten, die gaan vaak naar een PC-klas om daar zware applicaties te draaien, die ze op hun eigen hardware niet kunnen draaien. En als je dan materiaal in zo'n PC-klas hebt, wat minder performant zou zijn dan nieuw materiaal, ja, dan gaat uiteindelijk dan ga je het tool voorbij schieten en dan ga je het omgekeerde effect bereiken. Dus dat is denk ik ook een hele belangrijke om in het achterhoofd te houden. En de laatste tip misschien is als je kosten gaat vergelijken in een duurzaamheidskader, dan mag je dat niet op korte termijn doen. Hè. Stel dat je nu zegt van wij willen onze hardware inderdaad ook een langer leven gaan geven, een tweede leven binnen de organisatie, een derde leven misschien. Dan moet je zorgen dat je hardware daar ook op voorzien is. Dus je moet eigenlijk hardware voorzien met een goede bouwkwaliteit. En zo'n heel typisch voorbeeld is, als je gaat kijken naar een consumer gamma, dan is dat dikwijls een verlijmde behuizing, hè, die ervoor zorgt dat je geen geheugen-upgrades kan doen, dat je daar minder kan in gaan ingrijpen. Als je naar degelijkere behuizingen gaat kijken, hè, die zijn dan met schroefjes of van schroefjes voorzien, en dan kan je eigenlijk diezelfde toestellen veel langer laten meegaan. En dat is denk ik ook een hele belangrijke. Hey, waar willen jullie in de toekomst nu nog aan werken? Wat zijn jullie specifieke ambities rond ja, alles wat dat met duurzame, faire ICT te maken heeft? Wel, ik denk op zich, wij hebben de ingebakken gewoonte om heel incrementeel met dat soort dingen bezig te zijn. En ik denk dat we dat vooral willen blijven doen. Dat we eigenlijk we hebben een hele weg afgelegd. Maar we willen blijven timmeren aan die weg. Uiteindelijk verandert de markt constant, de technologieën veranderen constant. We willen blijven leren, hè. Bram heeft dat ook al aangehaald. Dus ik denk dat we vooral kennis en ervaringen en best practices willen uitwisselen. En dan niet in één richting, niet wij pretenderen dat we hier alle kennis in petto hebben. Dat is zeker niet de insteek. We staan er zeker ook voor open om input van andere organisaties te krijgen. Hè? Van waar hebben zij eigenlijk al op ingezet en wat zijn hun lessons learned, zodanig dat wij dat weer kunnen meenemen. Dus ik denk gewoon blijven leren is zeker één aspect. En stap voor stap gewoon aan die weg blijven bouwen. Een ander aspect of een andere ambitie die we hebben is dat we inderdaad, we zijn een hele grote organisatie. We hebben ook de geassocieerde hogescholen binnen onze associatie. En we willen er de komende periode ook echt op inzetten om die schaal van de organisatie te gaan gebruiken als hefboom-effect. Dus dat we onze best practices gaan uitdragen naar onze collega's binnen en buiten de universiteit. En dat we op die manier de zaken die wij al gerealiseerd hebben, dat we die ook verder kunnen gaan uitrollen of laten uitrollen door onze collega's. Dus dat is een beetje in de notendop. Ik denk, samengevat, we gaan verder, hè. Ik denk dat echt de boodschap is. Het is niet gedaan. Super, dat is mooi om te horen. In het dossier heb ik ook al naar Zakir aangegeven, hè, dat je dat altijd wel probeert om impact te genereren op verschillende, via al jullie acties tezamen. Dus ja. En ik denk dat KU Leuven zeker met zijn grootte daar wel echt in slaagt op dit moment. Hè. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook, misschien nog een kleine aanvulling, dat dat ook iets is wat we absoluut altijd willen doen. Hè. Als we iets doen, dan kijken we altijd van waar heeft dat het meeste effect. Hè? Je kan hele kleine dingetjes doen die dat zeer punctueel wel impact hebben. Maar ik denk met onze schaal hebben we er alle belang bij om altijd te gaan kijken naar als we iets doen, kunnen we dan proberen om maximaal meteen een groot stuk van de organisatie daarbij te betrekken. En dat is echt, denk ik, als grote organisatie zijn veranderingen soms zijn niet altijd even gemakkelijk. Hè. Soms heb je tijd nodig om dingen ingeburgerd te krijgen. Maar aan de andere kant, en dat is dan de mooie kant van de medaille, dat is dat je organisatie inderdaad toelaat om dat wat je doet, dat rendeert alleszins. Hè. Dat kan je meteen grote groepen van gebruikers of grote stukken van je infrastructuur mee bereiken. Oké, daar.